Van meet af aan was ik in mijn werk in verzet. Dat zeg ik nu op oudere leeftijd. Dat heb ik nooit eerder erkend. Maar ik was in verzet. Ik had mijn vak goed geleerd en ik kon het goed, technisch, technologisch. Maar ik wilde niet meedoen. Ik wilde buiten staan. En misschien wilde ik wel opvallen, dat weet ik nu niet. Maar ik wilde niet meedoen. Als ik niet werk, dan denk ik over de dingen. Maar als ik aan het werk ben, dan ben ik zo geconcentreerd met de dingen, het materiaal, de spullen waar ik net, zeg maar, die ik opgepakt heb. Maar hoe bepaal je de richting waar het naartoe gaat? Weet je van tevoren wat je wil maken? Ik denk het niet. Ik denk dat ik niet weet wat ik wil maken, maar als ik zeker, als ik begin, dan heb ik een proces in mijn hoofd. Een proces met materialen die ik wil. Zoals je in de muziek een thema in je hoofd hebt. Thema, dat zijn drie noten, of dat zijn drie materialen, of dat is een stapeling. Maar verder doet het er niet toe, dan begin ik. Dit komt waarschijnlijk uit Vietnam, maar kan ook India of Indonesië zijn. Prachtig. Het is een weefsel van gebeurtenissen, wat er allemaal tijdens het groeien is gebeurd, wat dat ding is overkomen. Daar reageert hij op en dat ligt hierin vast. En ja, voor mij is niets zeggen een heel belangrijk, het niets ten opzichte van het iets is een, hoe zeg je dat, een focus, een draaipunt in mijn werk. En niets is net zo belangrijk als wat er staat. En wat er dus door materiaal, want materiaal bestaat eigenlijk alleen maar door dat het niets in zich bergt, doordat een pot, daar begint het voor mij natuurlijk mee. Een pot omvat niets. Een pot moet iets bevatten, maar het begint met niets. Zo simpel is het. In al die 40 jaar meer dat je aan het werk bent, zit natuurlijk een enorme ontwikkeling. Zie je zelf daar ook groeifases in? Het is moeilijk te zeggen of ik groei, dat betekent vooruitgang. En ik geloof niet zo in het woord vooruitgang of waarheid. Ik geloof in verandering. Dus ik zie transformatie in mijn hele werk. Het verandert van materiaal. Het is misschien zelfs veel vrijer geworden. Ik laat meer toe, het kan alle kanten op. Ik denk dat in de kunst de dingen weerloos zijn. En dat die weerloosheid, die
moet tot uiting komen. Het moet niet zo, het hoeft niet zo overtuigend te zijn. Het hoeft niet te overtuigen. Hoe denk je dat andere mensen naar jouw werk zien? Ze zien het. Hoe zien andere mensen mijn werk? Het lijkt nergens op. Dat zien ze. Dat is echt waar. Ik kijk ook vooral of het nog blijft intrigeren, of het nog mij blijft intrigeren en of het, en dat gebruik ik een heel gek woord, of het zichzelf is geworden, dan als het echt als een zelfstandig bestaan voor me staat, dan is het klaar. Als het een soort zelfstandigheid heeft gekregen. Dus dat is je criterium? Daar zoek ik naar.